Er staan niet alleen maar hele leuke tips en trucs en weetjes en dingetjes in. Maar ook echt het verhaal van Daniel en mij staat hierin. Wat we eigenlijk nog nooit op YouTube hebben gedeeld. Dus ook echt super leuk om überhaupt dit boek te bestellen. Hij is vanaf 29 april is hij te leveren. Is hij zeg maar verkrijgbaar. Maar je kunt hem nu al bestellen. En de link staat onder al onze video's. Staat hij al. Dan heb je hem eigenlijk meteen in huis op het moment dat hij uitkomt. Maar we hebben hier super hard aan gewerkt. Er staan ook super veel leuke foto's in. Dus echt voor kinderen is het ook een heel leuk boek. Maar ook voor de ouders is het een heel erg leuk boek. Nee. Kijk. Dit is zijn best, hè? Oeh. Afgelopen tijd is er gewoon zo hard aan gewerkt. Dus niet kunnen doorgaan. De bakfiets. Kijk eens wat een mooi uitzicht. Trammetjes in. Kijk, dat is heel mooi. Ja, mama deed vroeger om 1, 2. Zie je nog even de zusjes? Zie je, Derek? Kijk, dit is Getsy Derry. Ga er een beetje inkleuren. Zo, wat zijn mijn lieve meisjes aan het doen? Papa, op het schoonmaken, ja! En alles opruimen, net al afval opgeruimd. Oh, super hoor. Hele huisjes, spik en span. Huh? Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellina's. Familie Floris en Jeroen hier. Papa geeft nu een beetje Bellies rekenles aan Luan. Het gaat heel erg goed. We zijn sommen aan het maken. Priscilla en Luxie zijn lekker aan het make-up met mama. En ze zien nog vier boekjes te gaan. Dat gaat heel goed, jongen. Laten we even zien. Wie is? 9-4. Nou, yes. 8, 7, 6, 5. 4, 5. Ja, ik kan echt rekenen, joh. Dus wij zijn lekker aan het rekenen. Dit is mijn lievelingsvak. Ja, je bent het goed aan het worden als papa, hoor. Dus helemaal goed. 8 minder 1. Is? Nou, kijk. Dan doen we 7, 6, 5. Yes. Nou, ook 5. Bij je studeren even door. Tot straks. Nou, Lucilla die heeft net een visite gekregen. Want wie was er jarig? Lotta! Een vriendinnetje uit haar klas was jarig en ze kwam aan de deur een tractatie brengen. En ze heeft hem al half op. Het was een hele mooie cupcake, hè? Ja, met roze. Met roze en een regenboog. Ja, en vond het heel leuk om je vriendinnetje weer te zien. Ja, mooi, Luxie. Luxie vond hem ook heel mooi. En je vond het ook heel fijn om je vriendinnetje weer te zien, hè, schatje? Ja. Ze mist wel een beetje de vriendinnetjes in de klas, hè, Liffie? Ja, het begint nu wel erg lang te duren dat je ze weer ziet. Ondertussen zijn we weer met de thuisschool begonnen. En vandaag heeft Daniel even de leiding gegeven als meester Daniel. Aangezien Daniel ook wat, misschien wat beter is met rekenen, met sommetjes en zo. Daan doet bij ons altijd de boekhouding, dus moet je niet aan mij overlaten. Maar ze zijn goed bezig, jongens. O ja. Het gaat hartstikke goed. Ja, dus... Kijk, 26, ja. 27, maar 28. Papa is geboren op de 28e dag. 28, hè? Ja. Daniel is even met Luan naar boven gegaan. Echt even goed gezondheid aan zijn huiswerk te werken. Want hij heeft opdrachten van school meegekregen. Welke dagen, welke taken af moeten zijn. Dus we moeten echt eventjes doorwerken om erbij te blijven, zeg maar, wat hij voor school allemaal moet doen. En hij is beneden iets te veel afgeleid. Kijk, de meisjes die zitten lekker samen te tekenen. En ben jij Lucilla, ben jij Luxie wat aan het leren? Ja, alleen snap het niet. Wat snap je? Ik ga weer aan het leren, Luxie wil hier. Ja. Maar dan denk ik dat ze zo gaat doen. Ja, kijk, zo kleurt Luxie. En zo kleurt Lucilla. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel een verschil van 3 jaar. Jullie schelen 3 jaar. Ik heb misschien nog wel een leuk idee. Want ik heb ook iets heel leuks voor Luxie. Luxie, ik heb ook wat voor jou. Kijk, dit is misschien iets meer voor Luxie's leeftijd. Wat vind je hiervan? Mooi. Zullen wij een kralenketting gaan maken? Of wil jij dat laten zien, Lucilla, hoe dat moet? Nee! Ja, vind je dat mooi? Kunnen we een kralenketting maken? Kijk, Lux. Dit is een kralenketting. En die ga ik eerst eventjes eraf halen. Oeh, waar gaat het heen? Oh, gaan ze heen? Doei! Kijk. Ja, dit zijn de kraaltjes. Doei, ga je zwaaien naar de kralen. Dit zijn de kraaltjes. En dit is het draadje. Dan moet je de blokjes op het draadje. Kijk. Ploep. Zit hij eraan? Nou jij. Ja, pak er maar weer één. Nee, die mag je erop laten. Een ander kraaltje. Pak maar een ander kraaltje. Ja. Maar op, hier op het touwtje. Ja, goed kijken.
Ja, ja, kijk. Hoppatee. Eén. Dat is nummer 2. Volgende. Volgende, welke kleur? Welke kleur gaan we doen? Oranje? Oranje. Dat is oranje. Kan je zeggen oranje? Oranje. Oh. En ik krijg nog wel eens wat reacties van Goffara. Waarom zeg je iedere dag of iedere vlog dat jullie in de coronacrisis zitten en herhaal je zoveel? Maar wat eigenlijk, wat de meesten misschien niet... Wat de meesten misschien niet echt in de gaten hebben, is dat onze vlogs worden eigenlijk... Oude vlogs worden nog steeds deze dagen nog steeds bekeken. Dus de video die nu online komt, die jullie nu zien, die wordt wellicht over een paar jaar nog steeds bekeken. Oh, is hij gevallen? En als je dan een video terugkijkt, waarin we die niet meer in deze tijd zich afspeelt, dan weet je niet waarom de kinderen niet naar school gaan en waarom ze thuisles hebben. Och, mooi schatje. Heel mooi. Supermooi. En omdat we vloggen om ook eigenlijk ons leven een soort van te documenteren, ook voor onszelf, is het fijn als je dan video's terugkijkt, dat je weet in welke situatie we zaten en hoe we op dit moment leven en waarom de kinderen thuis les hebben. Dus dat is een reden. Er zijn ook heel veel mensen die ons deze video voor het allereerst zien van ons, die helemaal niet weten wie wij zijn, die helemaal niet weten wat we vloggen. En dan is het ook wel fijn om een klein beetje te weten naar waar je kijkt, zeg maar. En dat we dus in de coronacrisis zitten en dat we dus thuis les geven. En wat de situatie is. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik eigenlijk iedere dag toch een soort van kort even herhaal in wat voor situatie we zitten. Vind je dat niet interessant of vind je het gepraat? Luxie. Hey Lux, weet je wat we ook kunnen doen? Dat jij deze kant doet en jij die kant. Moet jij hier komen zitten? Regelmatig geef ik ook wat meer info in vlogs, dat ik misschien iets te veel praat. Maar voor info is het misschien wel fijn om toch een beetje te weten hoe de situatie ervoor staat en hoe wij over dingen denken. Geen idee of jullie mij nog horen. Vind je die interessant? Dan scroll je gewoon een paar seconden door in de vlog. En dan kun je weer genieten van andere beelden. Zo zijn de vlogs iedere dag een beetje variatievol. En ook voor alle leeftijden een beetje geschikt voor zowel ouders die het interessant vinden wat ik wel te vertellen heb. Maar ook voor kinderen die het veel leuker vinden om te kijken naar spelende kinderen. Iedere dag weer wat anders en iedere dag weer wat voor ieder wat wils. Ben je er klaar voor? Wauw. Vind je hem mooi? Ja. Mooi, hè? Kijk maar daar in het clipje van de camera, liefje. Kijk eens daar. In de camera, kan je kijken hoe die staat. Kijk. Vind je hem mooi? Mooi? Wil je in de spiegel kijken? Ga je in de spiegel kijken? Ja, ze wilt even in de spiegel kijken. Oh. En is hij mooi? Ja. Ja, hè? Goed gedaan, Luxie. Heel mooi gedaan. Terwijl de meisjes er nog even vermaken in de kamer, ga ik even kijken hoe het is bij de thuisschool. En bij meester Daniel, meester papa. Hier zijn we bij Luans kamer. Kijk. Hoe gaat het hier bij thuisschool de bellies? Meester Daniel. Even erop zitten, nu gaan we met taal beginnen. Taal, hartstikke goed. Dat is leuk. Schemaatje van de juffrouw erbij. Ja, studeren is leuk, hè, Lu? Gaat dat goed, jongen? Ik leren lezen. Ja, gaat het echt goed? Kan papa het een beetje? Ja. Hij doet zijn best, hè? Hij doet zijn best. En papa, nou, succes nog even. Ja, lekker spelen. Gaan wij vast even een picknickmandje pakken. Vind je dat een goed idee? Dat is leuk. Want het zonnetje schijnt. Kijk eens hoe mooi het is buiten. Kunnen we straks even lekker erop uit. Ja? Nou, succes nog even, hè? Ja. Wat? Kom, we gaan weer naar beneden. Gaan we een picknickmandje maken, goed? Kom maar. Ik heb even deze picknickmand Oeh! Oh nee, kijk dan. Oh, een mega grote mug. Nee, dit is geen spin. Dit is een mug. En weer een doekje. Ik zie trouwens ook dat ik een vette spinnenweb hier heb hangen. 1, 2, 3. Boom! Ik heb hem. Ik heb hem. Wat wou ik ook weer zeggen? Oh ja, ik heb een picknickmandje gepakt en wat brood even eruit gelegd. Dit is haar picknick. En Luxie. Luxie heeft ook een picknickmandje gepakt, hè Luxie? Dit is het picknickmandje voor Luxie met haar speeltjes erin. Afgelopen tijd is er gewoon heel veel afgezegd. We hadden zoveel leuke dingen op de planning staan. We hadden afgelopen weekend eigenlijk een meet and greet gepland bij Slagharen. Wij weten niet of daar een nieuwe datum voor komt voor Invites. Dat heette Invites. Dat is een heel groot event bij Slagharen. Zijn cowboyliedje, duimpje omhoog, zou hij daar ook gaan voor het eerst gaan zingen op het podium. We hadden zoveel zin in, jongens. Je weet niet normaal hoeveel zin hij daarin had. Het is zo... Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen, popje? Maar er zit toch niks in? Mama gaat er eerst even brood smeren.
Maar het moet even ontdooien, want het was nog een beetje hard uit de vriezer. Luan had zich dus ontzettend verheugd. We hadden eigenlijk ons allemaal verheugd op deze dag bij Slagharen. Ik zou daar ook jarig zijn. We zouden daarop blijven logeren in een huisje. Superleuk mijn verjaardag daar vieren. Vind ik dan niet zo heel erg dat dat niet is doorgegaan. Mijn verjaardag was ook heel erg leuk toen we gewoon thuis waren. Alleen de kinderen hadden zich er heel erg op verheugd op het podium op te gaan treden voor jullie. Ze mochten daar het liedje gaan zingen, cowboyliedje, duimpje omhoog. Zouden met z'n allen op het podium het liedje gaan dansen en gaan zingen. Daar hadden ze heel erg veel zin in. We hadden natuurlijk een hele leuke meet and greet waarin we de woonkamerstand weer mee zouden nemen. En daar weer met jullie op de foto konden gaan. De knutselhoek van Luan en Lucilla zouden we weer mee daar naartoe nemen. Waarin jullie ook allemaal bij ons konden komen knutselen. Dat is allemaal niet doorgegaan, dat is allemaal afgezegd. Wat we super jammer vonden, omdat we daar echt heel erg op hadden verheugd. Dan hadden we ook nog ons boek. Kijk, hier heb ik hem liggen. Ah, zo leuk. Daan en ik hebben hier zo hard aan gewerkt, aan dit boek. Hier staat echt ons levensverhaal in. Hier staan dingen in die jullie nog niet echt weten vanuit onze YouTube-video. Er staan niet alleen maar hele leuke tips en trucs en weetjes en dingetjes in. Maar ook echt het verhaal van Daniel en mij staat hierin. Wat we eigenlijk nog nooit op YouTube hebben gedeeld. Dus ook echt superleuk om überhaupt dit boek te bestellen. Hij is vanaf 29 april is hij te leveren, is die zeg maar verkrijgbaar. Maar je kunt hem nu al bestellen. En de link staat onder al onze video's, staat hij al. Dan heb je hem eigenlijk meteen in huis op het moment dat hij uitkomt. Maar we hebben hier super hard aan gewerkt. Er staan ook super veel leuke foto's in. Dus echt voor kinderen is het ook een heel leuk boek. Maar ook voor de ouders is het een heel erg leuk boek. En we zouden dus een hele leuke boekpresentatie gaan geven. Een opening gaan geven voor dit boek. Hier in de Bruna in Zwolle. Maar dat gaat ook allemaal niet door. Dat is ook allemaal afgezegd. Dus echt het boek promoten in de winkels kan dus ook niet nu door corona. Super jammer, want daar hadden we ons ook heel erg op verheugd. Dan zouden we ook senior sessies houden en dat soort dingen. En dan konden we jullie echt het boek laten zien en overhandigen. Gewoon door onszelf. Ah, gewoon heel erg leuk. Dat gaat dus ook allemaal niet door. We hebben zoveel leuke plannen eigenlijk. Hadden we. Hebben we nog steeds. Maar dat moeten we allemaal uitstellen. Ook stond er een super leuk meet and greet event op de planning van onszelf. Het Cowboy Bellinga Cowboy Event, zoiets. Ik weet nog niet precies wat de naam zou worden. En dat wilden we gaan doen in waar de Cowboy serie is opgenomen. Waar Luans liedje is geweest. Waar we dat hebben opgenomen. Daar willen we eigenlijk nog steeds een super gaaf Bellinga Event gaan houden voor jullie. Een exclusief Bellinga Event. Gewoon georganiseerd door onszelf, zeg maar, voor jullie. En dat was ook al allemaal in de planning. Maar dat kan nu ook nog allemaal niet doorgaan door de hele corona gebeuren. We weten ook niet precies wanneer we het wel zouden kunnen laten doorgaan. Omdat we niet weten hoe de richtlijnen van corona, hoe die steeds weer een beetje tot normaal gaan worden, zeg maar. We hebben wel natuurlijk de Dutch YouTube Gathering in de planning staan. Die is in juni, weet ik even op mijn hoofd. Moet je even kijken op hun site. Daar zijn we natuurlijk ook wel weer gewoon van de partij. Maar we weten nog niet in hoeverre dat allemaal doorgaat en hoe dat eruit gaat zien. Maar wat we wel weten is natuurlijk dat de gezondheid en de preventie van ons allemaal voorop staat. En dat we gewoon hopen dat het hele corona gebeuren snel oplost. Dat het virus snel oplost, dat de mensen snel beter worden. Dat alles weer veilig is en iedereen weer in gezonde welzijn is, zeg maar. Dat is echt het belangrijkste. En daarna gaan we verder met het plannen van deze leuke bezigheden die Daan en ik gewoon al, eigenlijk al hadden gepland, maar nu dus niet kunnen doorgaan. Hiervoor houden jullie natuurlijk ook allemaal op de hoogte wanneer het allemaal doorgaat. En als je ons gewoon volgt, dan zie je het vanzelf. Maar wanneer, weet ik nu dus ook nog niet, omdat dat nu dus allemaal is afgezegd. Maar goed, ik ga weer snel een picknickmandje inpakken. Want volgens mij is het brood nu wel ontdooid. En gaan we weer verder met de gezelligheid van de vlog. Inmiddels is het brood een beetje ontdooid. Dan kunnen we die vast gaan smeren. Ja. Wil je ook mee helpen? Mag ik een bordje worst? Je mag wel een bordje worst. Zo. Oh, wat is het? Oh, al je poppen mee? En je picknickmandje mee? Zet je even dansen? Ja, laat maar los. Zet hem even op de tafel. Zo, een oorwarmers. Dan heb je weer oorwarmers mee. Okay. Oh, poppen ook zo. Dat zijn lievelingsdingen. Oh, echt waar. Zal ik hem even openmaken, liefje? Ja. Wil je ook een rolletje borst? Zit er nou iets in? Er zit nog niks in. Ik wou net brood gaan smeren. Nee. Ik dacht, het is... afgelopen dagen is het niet zo heel erg lekker weer geweest. En vandaag schijnt het zonnetje weer. Dus we hebben de dagen alleen een beetje doorgebracht binnen zijn huis. Dus ik dacht, misschien is het wel lekker als we zo even lekker naar buiten gaan. Even de kinderen te kunnen laten uitwaaien, ook onszelf een beetje, door even lekker de natuur in te gaan en een picknickmandje mee te nemen, lekker te gaan picknicken hier bij ons om de hoek eigenlijk. We hebben hier een leuk parkje waar het niet zo heel erg druk is en waar we lekker eventjes met de fiets maar om uit kunnen gaan. Maar één mens,
bloot. Ja, ja, ik denk niet zoveel mensen. En dan kun je heel makkelijk 1,5 meter afstand houden van elkaar. En dan kunnen we wel even weer naar buiten, even de frisse neus halen. Want we hebben de afgelopen dagen alleen maar binnen gezeten. Dus het is wel weer lekker. Dan kunnen we even lekker picknicken. Dan maken we toch van dit soort saaie hangdagen, die wij natuurlijk ook hebben, toch wel weer een leuke dag. En ja, weet je, dit is voor iedereen altijd een leuke uitdaging deze tijden. Lekker? Broodtrommel is gevuld, hè jongen? Mam, ja. Luxie slaapkamer, klerenwinkel, want er zijn zoveel kleren. We zijn klaar, hoor. Zijn jullie klaar, jongens, met het huiswerk? Ging het goed? Ja. Ja? Kan papa toch een beetje goed, jongens? Snapte je er wat van? Ja. Ja? Goed zo, jongen. Ja, kijk eens, ik heb brood gesmeerd, picknickmandje gepakt. Luxie, ook een picknickmandje gepakt. Dan gaan we lekker de fietsjes pakken, want het zonnetje schijnt. De accu op de bakfiets of wil je zonder accu erover beeld? Ik ga met de accu in de bakfiets. Ja. We pakken de bakfiets, dan kan Luxie in de bakfiets en de picknickmand in de bakfiets. Jullie mogen met je eigen fietsjes, als je dat wilt. Ja? Springtouw mag je meenemen. Ja, een bal mag je meenemen. Ja hoor, moeten we nog even de vals weggooien, zie ik. Ja. Zeemermin. Je zeemermin mag mee, Woesel mag mee, Pip mag mee. Dan gaan we even lekker erop uit. Zo, wij hebben de fietsen gepakt. Maar voordat we gaan, moeten we eventjes wat bandjes oppompen. Want ze waren een beetje zacht, papa. 3 bar. 3 bar, oké. Ik moet eventjes een beetje pompen. Dan is het wat makkelijker fietsen, hè? Ja. En Luxie, die zit er al klaar voor. Hallo Luxie, zit je al in de bakfiets? Ja, ja, picknickmandje, die gaat ook mee. Mama, voel en ze heeft, even. Is die hard? Nee, zo. Oeh, nee, die is heel erg zacht, ja. Luxie heeft ook al de popjes meegenomen, Luxie. Ja. En haar eigen picknickmandje staat al in de fietsbak. Dan kunnen we zo meteen eens eventjes lekker gaan fietsen, jongens, met het picknickmandje. Wel leuk, het is lang geleden dat wij zo met z'n allen hebben gefietst. Volgens mij hebben we nog nooit met z'n allen gefietst met jullie eigen fietsjes. Het is de eerste keer. Nee, maar jij en Luan hadden wel een keertje samen. Ja. Ik in de bak, ja. Maar jij nog niet, hè? Wordt het voor jou de eerste keer dat je dus helemaal zelf fietst? Heel goed voor. Heel goed voor jou, schatje. Gaat helemaal goed komen. Ja. Ik hoop dat het vandaag niet gaat regenen. Nou, ik denk niet dat het gaat regenen. Het is zo lekker weer nu. Lekker blauwe lucht. En Woesel en Pip gaan ook mee, hè? Die gaan we gewoon lekker in de bakfiets doen. Goed gefietst, kinderen. Het was, op het einde was het toch even een flinke klim. Maar kijk eens, jongens. Wat ontzettend mooi uitzicht we hier hebben. Ja. Kijk, en we zijn hier echt nou 5 minuutjes fietsen van ons huis vandaan. 10 minuutjes fietsen van ons huis vandaan. Heel erg mooi. Goed gefietst. Ik wil meer eten dan drinken. Ja, daar zul je wel weer trek van in de buik hebben gekregen. Hè? Ja. Luxie lekker in de bakfiets gezeten. Nou, dan gaan we eens even een picknickmandje uitleggen. Nee. Heb je heel erg goed gedaan, Sil. Toppie. Mam, hebben we nou 2 kleden meegenomen? Kijk eens, wat een mooi picknickplekje, jongens. Kijk eens wat een mooi uitzicht we hebben hier over de natuur. Mama. Heb je dat al gezien? Ja.
lijkt wel Afrika. Het lijkt wel op Afrika, ja. Ja, kijk ook al. Mooi, hè? Een beetje op de savanna of zo, hè? Ja. Heel erg mooi. Ik zie nog net geen giraffen lopen. Nee. En geen kamelen. En, nee, ook geen kamelen. En ook geen krokodillen, gelukkig. Hè? En ook geen leeuwen. Ook geen, nee, want dan hadden we hier niet lekker kunnen picknicken. Dan hadden ze onze boterhammen van onze, nee, uit onze mand gehaald. Ze achter een hek. Ja. Achter een hek, ja, maar in het echt zitten ze niet achter een hek. Jawel, in Afrika wel. Nee, daar wonen ze in het wild, liefie. In het dierentuin zitten ze achter een hek. Ja, liefie? In de jungle zitten ze ook los. In de jungle zitten ze los. Ja, als je daar gaat picknicken, dan zit je niet zo veilig. Maar hier wel, gelukkig. Ja, mama. Papa, papa gaat even mooi de lucht in. Leeuwen kan al stil buiten hem niet opeten, hoor. Want ze kunnen niet zwemmen. Leeuwen kunnen niet zwemmen. Nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Papa gaat even lekker dronen. Want we hebben een prachtig mooie, rustige dag vandaag. Niet te veel wind. Dus ben benieuwd. Hoi, ja, Luxie. Nou, we hebben het lekker picknickkleedje neergelegd. En we gaan even het picknickmandje uitpakken. Hier zitten boterhammetjes in. Ja, nee. En oh, ja, die had mama ook nog meegenomen, ja. Maar we gaan eerst boterhammetjes eten, goed? Nou. Kijk, boterhammetjes. Ja, die gaan we zo meteen opsnoepen. En lekkere druifjes. En lekkere, hier hebben we lekkere appeltjes. En de snoepjes zie je als toetje, goed? Met die steentjes, hoor. Mama! Oh, bijna komen. Ja, maar je moet niet gooien. Je moet rollen, hè? Oh. Dat is de bedoeling dat je zo het knikkertje in het potje... Hier hebben wij onze mooie knikkers liggen. En we hebben ook van die hele mooie grote bonken erbij. Alleen, die zijn wel een beetje erg groot, jongens. En je moet niet met de knikkers gooien, oké? Okay? Je moet echt rollen. Ja, je moet... Luxie gooit al die knikkers in één keer. Je moet rollen, liefie. Goed zo. Kijk, dan gooi je er eentje, dan heb je er eentje. En dan doe je die, hoep, naar het potje. Goed zo, op het goed, Luxie. Mama, ik doe mee. Ja, oké, nou pak maar een knikker. En die zijn wel erg groot voor het potje. Ja. Ze zijn wel heel mooi. En deze is, die is ook heel erg mooi, vooral in het zon. Kijk, in de zon kijken is heel mooi. Mama. Ja, pak maar een mooie knikker. Dat zijn de makkelijke maatjes. Ja, ga die maar proberen. Mama. Dan gaan we achter het stokje zitten. Daar hebben we het potje. En dan mama die pakt. Welke had mama nou? Mama die heeft. Mama die kiest deze. En jij hebt? Deze. Die. En dan gaan we dus allebei... Al deze witte. Ah, is heel mooi schatje. En dan gaan we kijken wie dus al deze knikkers gaat winnen. Jij of ik? Goed? Ja. Oké, okay, mama gaat eerst, hè? Bang. 1, 2. Nou jij. Oké. Okay. Mooi begin. Mooi begin, hè?
Oeh, is een beetje hard. Oké. En dan mag mama. Mama gaat eerst deze proberen in het potje te doen. Oeh, 1. Oh, 2. Nou, jij mag nog een keer. Het is wel een lastig potje. Nog een keer. Oh, iets te hard. Doe gewoon een potje graven. Volgens mij gaat dat veel makkelijker. Ja, mama deed vroeger een potje graven. We hebben even hier een potje gemaakt. Die is wat makkelijker. Hier kunnen we makkelijker de knikkers in rollen. Ja, kijk, en dan is hij erin. Dat is een makkelijke potje. Ja! Silla ligt hier lekker te knuffelen met de zeemermin. Lekkere schatje. In het zonnetje. Oké, dit is dus het potje. Hier gaan we de knikkers in doen. Goed? Ja. 1, 2. Goed zo. Nog een keer. Goed zo. Nou, mama. Paas hem erin, jongen. Oh, mama is. Nee, nog een keer. Mama is. Als je erin bent, dan mag je nog een keer. Kijk. Hoppatee, die zit erin. 2. Ja! En nou deze? Nee. Oh, jammer. Nou jij weer. Nee. Oeh. Luxie legt allemaal bonkjes in. Oké, nou deze. 1, 2. Oh, jij Lu? Goed zo, Luxie. Schatje. Ja, die zit erin. Nog één. We hadden er 4, toch? Oh, daar. Kijk, daar ligt die. Die. Moet je die er ook in doen. Als je die erin hebt, is het hele potje voor jou. Oeh. Mama is. Daar komt hij, hè? Luxie, even tutut. Daar komt hij. 1, 2. Die eruit, ja. 1, 2. Oeh. Nou, Luan weer. Ja. En dan heb jij nu dus al deze bonken gewonnen. Snap je dat? En als je dit dus op school doet met vriendjes, vriendinnetjes op schoolplein, dan win jij nu dus de knikkers van jouw vriendjes. En dan kan je nu dus weer verder spelen. Maar het kan dus ook zijn dat je ze verliest van je vriendjes en dat jouw vriendjes dus je knikkers krijgen. Ja. Zo deed mama dat vroeger ook op school. Echt? Ja, echt waar. Grappig, hè? Nog een potje? Ja. Dat zijn nou jouw knikkers, oké? Ja. Oké, nou die bewaren. Gaan we hier weer eventjes nieuwe uitzoeken. Ja, en kijk maar, mama. Ja. Oh, heb je ook nog geen kontzak? Luxie. Oh, heb je Luxie er gedaan? Dat ja, schatje. Ik moest er allemaal uithalen. Nou, we gaan hier nog eventjes lekker verder spelen. Op dit heerlijke, mooie, paradijselijke plekje. Zullen jullie nog even de zusjes picknick aan het afmaken? Ja. Terwijl mama en Luan aan het knikken zijn. En Woezel en Pip liggen in de schaduw van de bakfiets. Het voordeel van zo'n lekker extra tijd hebben is dat ik nu ook eventjes alles kan leren en bestuderen en uitproberen met de drone. En ik ben nu aan het uitzoeken dat ik een filmpje eventueel regelrecht vanuit hier kan delen op mijn Facebook of op mijn Instagram. Ja, er zitten best wel veel opties op. Wauw, kijk, we horen nog op de stok. Zo, waar heb je die gevonden dan? Wauw, die is volgens mij van een hele grote waakhond. Die kan Woezel niet dragen. Vind je het hier mooi? Ja. Ik zag je daar eventjes zitten. Mooi is de natuur, hè? Gaan we naar grote broer toe. Wat zijn mama en Lucilla dan aan het doen? Oh, mama de paashaas. Had je nog een paashaas meegenomen? Heerlijk chocoladesnoepje, jongen. Ja, die had je nog over natuurlijk. Die had ik ook niet gezien in de vlog, die paashaas. Dus, Het is nou mijn buik, maar ja. Deed je nog mooi extra. Nou. Ik zit net te vertellen, ik had een hele doos knikkers. Ik was heel vaak gewonnen, maar ook heel vaak verloren. Mama als ik was, dan had verloren, ging ik weer knikken om ze weer terug te winnen. Kampioenschap knikken. Echt? Waar? Dag, mijn picknickplekje. We hebben van je genoten. Tot de volgende keer.
zijn weer lekker thuis. Wat ging het goed met de kids over de weg? Dit was trouwens voor Lucilla de allereerste keer dat ze over de openbare weg ging. Ze zijn dus, wel een beetje moe, maar ze zijn beter rijden. Ik denk dat ze ongeveer 20 minuten hebben gefietst nu. Ja, dus best wel goed hoor. Ja, ze zijn nu lekker buiten spelen in de voortuin, want het zonnetje schijnt. Nou, ze is heel erg lekker weer te chillen op het kleedje. In ons voortuintje. Oh, Lexie ook. Gezeten, hè? Vanaf eerste paasdag. Oh, nou, welkom unicorn in ons gezin. Hoe voelt hij? Glimmerig. Ik denk dat als je hem er nog langer in het water laat liggen, dat hij nog groter gaat worden. Echt? Dat denk ik wel, ja. Papa, kijk hem! De unicorn is geboren, papa. Gefeliciteerd. Jullie baby unicorn. Ah. Glimmerig, van de bevalling. Ja, maar als hij nog langer in de water zit, dan wordt hij nog groter. Ja, dan groeit hij nog verder hoor. Zwelgje. Wie kent zwelgje nog, hè? Ik ben de kinderen leren van een 25. Kijk, dat is een 25. Een hondje te maken. Die is van Lua. Mama, en Lucilla die is ook aan het proberen. Gemaakt. Heel goed. En dan het petje. Zet je hier een petje erop. Een rondje, een bolletje erboven. Ja. En dan maak je hier een oogje. Ja, en dan hier een neusje met de voelsprietjes en een mondje. Heel goed. En het oortje, die had je al. Ja. Goed, Olivie. Hij lijkt er heel erg op. Oh. Ja. Ja, en nog een mooi petje erbij. We hebben hier allemaal hartjes gemaakt. Olivie, wat ben je aan het maken? Oh, een kaarsje. Is dat een kaarsje? Ja. Heb je een kaarsje gebakken in de keuken? Ja. Ja. Ja, ik zie het, liefie. Even een beetje lekker water drinken, hè. Pak maar je beker, liefie. Zullen Lua aan? Kom je lekker wat drinken? Ja. Zo, liefie. Volgens mij is Lua nog steeds bezig met insecten aan het zoeken, of niet? Ja, ik ga proberen. Oh, kijk, hier. Zijn deze van een paar dagen geleden? Ja. Leven die nog? Ja. Oké. Okay. Deze heel bekertje. Ja? Helemaal van tot hier, heel vol. Nee, echt? Ik ga proberen. Getsie Derry. Ga ik proberen. Oké. Okay. Net als je door een poort gaat. Wat mooi, hè? En dan geel. Kijk. Als je bij ons hier de tuin binnenkomt, over de regenboog. Ja, blauw. Ja, hier hebben we nog blauw. Dit is de ingang van onze tuin. Een mooie regenboog. Laat een beetje inkleuren. Ja, ga nog maar een beetje inkleuren. En vanavond eten we heerlijk vers gemaakte pizza. En terwijl de pizza's in de oven liggen, spelen de kids nog even met de zonsondergang bij ons prachtige voortuinpark. Wow, op de boomstam. Goed man. Zo. Wow. Goed zo. Mama. Nou, de kids die spelen nog even lekker verder. Ik doe nog een poging om een boekje te lezen en we gaan zo lekker pizza opeten. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje en we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Tot morgen. Voeg je hart boem boem mee, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem 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 mee. Dans mee en blijf in